ben je over? Ik ben van de stichting Namaakbestrijding. Okay. En ik wilde graag even een controletje uitvoeren. Ja, ik heb een inbreukmakende cap gevonden. Oh. Dit is het logo van Harley Davidson. Ja, dat mag best, ja. Dat mag u niet voeren, dat mag niet verkocht. Heeft u er nog meer van deze? Ik zou het niet weten. U bent de eigenaar? Ik ben de eigenaar, ja. Oké. Okay. Ja. Het is niet echt makkelijk altijd voor de consument om te zien of je te maken hebt met plagiaat of piraterij. Het valt mij op dat er dit jaar dus aardig wat zaken zijn in Amsterdam. Het is zelfs een misdrijf. Je kunt zelfs zelfstraf krijgen. Van luxe Italiaanse handtasjes tot populaire spijkerbroeken. Ze zijn erg gewild en dus worden ze ook vaak nagemaakt. In Nederland werden het afgelopen jaar ruim 1,5 miljoen stukken namaakkleding in beslag genomen. De nepproducten worden gemaakt in Azië en met de illegale handel wordt heel veel geld verdiend. Maar waar worden de namaakkleren in Nederland eigenlijk precies verkocht? En hoe herken je of iets nep is of echt? Scanner ging op onderzoek. Wij spreken van namaakkleding als er een merk gevoerd wordt op de kleding waarvoor geen toestemming is gegeven door de werkelijke houder van het merk. Ja, je spreekt eigenlijk van namaak op het moment dat het heel erg lijkt of identiek is. Maar wat je vaak ziet is dat het niet identiek is, maar dat het er veel op lijkt. En als het er veel op lijkt, is het gewoon een inbreuk op andermans auteursrechten of merkrechten. Bij namaakkleding gaat het dan vooral om sportkleding die is geïmiteerd. Met de bekende merken, bekende sportmerken. Dan wel fashion. En dan moet je denken aan de Italiaanse merken, de Franse merken. Die ook op de kleding. En dat kan dan topjes zijn, dat kunnen shirts zijn, dat kunnen truien en broeken. De meest succesvolle merken die worden allemaal nagemaakt. Maar Louis Vuitton is er een goed voorbeeld van. Daar worden petjes van verkocht die helemaal niet door Louis Vuitton gemaakt worden. Dus daarvan weet je per definitie dat dat een inbreuk is. Het valt mij op dat er dit jaar dus aardig wat zaken zijn in Amsterdam. En we hebben tot dusver, vanaf 1 januari tot nu, 200 zaken op Schiphol gehad en 100 zaken in de stad zelf. We hebben het afgelopen jaar gezien dat we vooral acties hebben gevoerd op het Waterloopplein en Amsterdam Zuidoost. De braderieën, maar ook de reguliere markten. En een enkele keer hebben we een actie bij een opslagplaats gehad. Elke dag voert de stichting Namaakbestrijding controles uit. De controleur is onherkenbaar in beeld gebracht, omdat hij anders bij controles direct herkend kan worden. Stichting Namaakbestrijding, wij controleren dus het namaak. En ik heb wat namaak aangetroffen. Dit is geen namaak. Ja, dit is een inbreuk. Het is geen namaak, het is een inbreuk. Op de kappa logo. Mannetje vrouwtje is geregistreerd door de firma Kappa. Maar die andere dit mag is andere. Ze staan alleen andersom. Oh, en dit mag niet. Okay. Nee, we gaan het niet weghalen. Dat mag niet. Het moet van de markt af. De meeste partijen die zeg maar een normaal bedrijf hebben, waar ook wat te halen valt, daar kun je gewoon goede afspraken mee maken. Maar als het een heel vaag bedrijf of criminelen zijn, dan wordt het natuurlijk een stuk lastiger. Want die hebben geen zin om te betalen en die vliegen gewoon weg. Als we iets verdachts vinden op een markt, ja, dan is het eigenlijk een hele duidelijke keuze. Of
Het ligt natuurlijk ook wel aan de omstandigheden, maar of er wordt een aanbod gedaan om ter plekke de zaak te schikken. Dan wel wordt er een aangifte verricht dat er strafrechtelijk wordt opgetreden. Of we gaan wat zwaardere middelen inzetten. De andere zaak is dat ik de politie bel en de politie die komt de boel in beslag nemen. Dan krijgt u naast de civiele zaak krijgt u ook nog een procesverbaal en moet u voor de rechtbank komen. De grote ladingen namaakkleding komen via containers en Schiphol het land binnen. Verreweg de meeste kleding is afkomstig uit China. In totaal wordt zo'n 98% van alle namaakartikelen in Azië geproduceerd. Alleen al vorig jaar werden 1,4 miljoen nepkledingstukken in beslag genomen. De handel via internet is kleinschaliger, maar uiteindelijk niet minder schadelijk voor de kledingindustrie. Ook handelaren met kleine hoeveelheden die worden aangepakt door merkhouders, omdat vele kleintjes toch weer een groot te maken. En het is belangrijk om die te stoppen. Want op het moment dat iemand een broek koopt in de veronderstelling dat het origineel is, dan verkoopt die origineel geen broek aan die persoon. Dus dat zal niet één op één zijn, maar dat kan behoorlijk oplopen. Het is dus bij wet verboden om nepartikelen te maken of te verkopen. Maar ook de consument moet goed oppassen bij het aanschaffen van een namaakartikel. In de keten van de inbreuk is zowel de handelaar als degene die het levert, als degene die het verkoopt. En sterker nog, ook degene die het koopt, strafbaar. Omdat ook degene die het koopt weet dat het om plagiaat gaat. Dat is net als een fiets. Als jij een fiets voor 12,50 koopt, kun je zeggen, goh, dat wist ik niet. Maar dan snapt elk normaal mens dat dat inbreuk is. De handel in namaakkleding is strafbaar zodra het bedrijfsmatig wordt gevoerd. Dat is eigenlijk het belangrijkste criterium. Als iemand gaat verkopen of in voorraad heeft om te verkopen, dus allemaal bedrijfsmatig, dan wordt het strafbaar. Als het minder duidelijk is, dan kun je de consument niet verwijten. Want als ik in de veronderstelling verkeer dat ik iets origineels koop en dat blijkt plagiaat te zijn, ja, dan voel ik me misschien zelfs bekocht, want ik wilde iets origineels kopen. En dan is het natuurlijk niet strafbaar. Het gaat echt om overduidelijke gevallen van plagiaat. Het wordt anders als je in gaat voeren. Want als je gaat invoeren, dan kan dat wel strafbaar zijn. Maar dat heeft dan ook weer te maken met de waarschijnlijkheid dat het bedrijfsmatig verder wordt gebruikt. Maar invoer is op zich strafbaar gesteld in de Nederlandse wet. Wat is er mee dan? Het zijn de originele, hoor. Er is hier een meneer die wil jij even spreken over die beertjes waar je die vandaan hebt. Ik dacht even bij de vuilnisbak hadden gevonden, toch? Hier heb je hem even. Ik ben van de Stichting Namaakbestrijding. Ik heb me net even gelegitimeerd bij die meneer hier achter de kraam. Ik zie hier namaakbeertjes, of in ieder geval, zijn gekleed in Bickenbergs shirt en pet. En toen vroeg ik aan die meneer waar die vandaan kwamen. En dat wil ik. Ja, welke? Imitatie is een veel voorkomende vorm van criminaliteit, die overigens niet altijd slecht is voor een merk. Want imitatie is weliswaar bij wet verboden, het is ook de hoogste vorm van erkenning. Het is absoluut zo dat merken, en met name beginnende merken, heel erg blij zijn als er veel wordt nagemaakt, want dan weet je dat je populair bent. Alleen dan moet je zorgen dat je een goed slot op je fiets hebt, dat anderen daar niet mee weg kunnen en dat je zo kunt aanpakken. Dat je de populariteit van je eigen merk zelf kunt verzilveren en niet door anderen laat verzilveren.